Asbest wordt al sinds de oudheid gebruikt. Vanaf 1945 tot eind jaren 80 is asbest veelvuldig gebruikt in gebouwen, woningen en installaties. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Maar als deze oude gebouwen gesloopt of verbouwd moeten worden, komen de losse asbestvezels vrij. Deze losse vezels kunnen op lange termijn ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals bijvoorbeeld het veroorzaken van longkanker en asbestose. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het verwijderen van asbest. Dit vereist een zorgvuldige werkwijze. Een klein foutje kan immers grote gevolgen hebben. Hoe men asbest veilig en snel kan verwerken, vertelt Jeroen Kouters van Kaam Asbestverwijdering en Sloopwerken BV. Nou, het project is een vrij uniek project. Het is een voormalige bioscoop met 4 bioscoopzalen die getransformeerd wordt tot een foodhall met ongeveer 18 of 20 horecagelegenheden, een centrale bar en onder in de kelder een groot grand café. Een vrij unieke locatie omdat die recht onder de grote kerk van Breda is, nogal beroemd en befaamd hier in de omtrek. De werkzaamheden bestaan uit het compleet strippen van de voormalige bioscoop, een klein stukje totaalsloop in verband met het openmaken van wat gevels, maar een heel groot deel asbestsanering, om vooral in de tijd dat de bioscoop verbouwd is, er toch wel veel asbesthoudende materialen verwerkt zijn. Nou, asbest is een natuurlijke stof, het wordt gedolven in mijnen, het bestaat onder andere uit 6 verschillende soorten mineralen. We hopen en verwachten allemaal dat het asbest op dit moment Europa niet meer binnenkomt in bepaalde producten. Maar het wordt nog steeds wel gedolven in mijnen, in landen in het zuidelijke deel van de wereld. We hebben 2 verschillende soorten asbestsoorten, een amfibole en een serpentijnen asbestvorm. De serpentijnengroep, waar onder andere witte asbest onder valt, is een serpentineachtige vezel die wat minder makkelijk doordringt in de schadelijke delen van je lichaam. Een amfibole vezel is een vezel die een naaldachtige structuur heeft en waarvan men zegt dat die wat makkelijker doordringt tot uiteindelijk je longblaasjes. Bij het sloopproces worden de ruimtes 1 voor 1 geïnspecteerd aan de hand van rapporten die zijn opgesteld door een bureau die de asbest heeft geconstateerd. Vervolgens wordt er een containment gebouwd en kan men starten met het saneren. Als dit alles is voltooid, kan de ruimte vrijgegeven worden door een geaccrediteerd laboratorium. Sloopuitvoerder Jeroen Notenboom laat ons zien wat er komt kijken bij zo'n containment. Dit is een containment. Dit wordt onder druk gebracht van 20 pascal. Dat is om de vezels binnen het gebied te houden. En daar werken de jongens in pak en masker. En die maken dan de ruimte schoon. En die komen dan, als ze eruit gaan, gaan ze eerst in een vuile ruimte. Dan in een douche. En dan in een schone ruimte waar ze hun eigen normale kleding aan kunnen doen. Als de ruimte schoonverklaard is, mogen de gewoon sloopjongens mogen dan gewoon in het containment weer komen. Dat wordt afgebroken en dan is het veilig. Nou, een mini-containment is een nieuwe manier van saneren in Nederland. Dus bijvoorbeeld als je in een keuken een plaatje weg moet halen, dan hoef je niet meer de hele keuken in containment te zetten en bijvoorbeeld keukenkastjes leeg te maken of af te plakken. Je hoeft bijvoorbeeld geen douche meer te plaatsen op de gang, zodat je de hele woning afsluit. Dus mensen kunnen gewoon thuis blijven. Daarbij komt ook nog het voordeel dat we veel minder verbruikersmateriaal hebben. Dus we gebruiken geen folie meer om het containment te bouwen, geen tape meer, wat later allemaal weer weggegooid moet worden natuurlijk. Dat is weer belastend voor het milieu. Zelf hoeven wij ook niet meer het pak en masker aan. Dus we hoeven ook niet meer 3 keer per dag te douchen en dat zijn allemaal bijkomende voordelen daarvoor. Nou, wij als gecertificeerde bedrijven zien de toekomst van het recyclen erg positief tegemoet. Als je ziet op welk niveau onze jongens nu al bezig zijn om 10, 11, 12 afvalstromen onder andere uit dit pand te halen, denk ik dat je als gecertificeerd bedrijf ernstig op de goede weg bent. Voor 98% van de afkomende materialen wordt gerecycled, dus wordt gerecycled naar nieuwe bouwstoffen. Het enige materiaal wat niet gerecycled wordt en alleen gelokaliseerd wordt opgeslagen, zijn de asbesthoudende materialen. Aan ons wel de taak als gecertificeerde bedrijven om te zorgen dat de asbesthoudende materialen sec gestort worden als asbesthoudende materialen. En dat we zorgen dat we zo min mogelijk bijproduct als asbesthoudend materiaal gaan storten. Dus hoe zie ik de toekomst? Absoluut heel positief.